onze noorderburen? Nee, ik niet. Bij mij hoort zij ook wel in de top 5. Ik vind ze een heel mooi meisje met een bijzonder mooie uitstraling, mooie ogen. En ze zingt ook heel goed. Dus ik hoop dat Nederland hoog scoort morgen. Ja. Echt waar, heel verdiend. Ik hoop dat ook. Alleen heb ik de indruk dat als Europa voor een ballade zal kiezen, dat Zweden dan... Dat is waar, ja. ...de bovenhand zal nemen. Ja. Omdat dat net... Maar ik sluit me voor de rest helemaal aan bij Ilse. Nog een laatste vraagje. De Nederlandse commentator gaat de Nederlandse kijkers oproepen van stem voor België, stem voor Thor. Gaan jullie het omgekeerd doen, maar dan bij Nederland en Kimberley? Ja, er is wel zo'n onuitgesproken code tussen ons, tussen de beide landen. Wij zijn ook wel bijzonder sympathiek voor de Nederlanders en beduimen ook echt voor hen. Dus maar het is ook gemeend, hè? Het is gemeend. We zeggen wel niet letterlijk van stem nu allemaal op de Noorderburen. Gaan we dat doen? We zullen nog zien. We zullen zien. Wij laten dat afhangen van het moment. Wij zeggen het niet letterlijk, maar we laten het wel een beetje aanvoelen. Zo. Ja. Dus, maar toch wel sympathiek van, hoe heet hem, Holland? Sipke, dat appreciëren we wel, ja. Ga zo door, Sipke. Goed zo. Sipie Sip. Sip, der de Sip. Super, super, Sip. Woe! Ja, goed. En wat vond je trouwens van...